dit moeten we helemaal gaan aanpakken. Dit kan eigenlijk niet. Dit ziet er gewoon zo verschrikkelijk lelijk uit. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Super tof dat jullie kijken weer in Vrijzijdspark Freudenthal. Vandaag heb ik iets in het oog. Vandaag heb ik iets wat ik wil gaan verwijderen. Namelijk dit gebouwtje wat hier zo verschrikkelijk lelijk staat. Het is... wat een gedrocht. Ik ben mijn park natuurlijk vanaf het begin tot eigenlijk de andere kant helemaal aan het upgraden en aan het vernieuwen. En toen liep ik een beetje over het pad. Hier natuurlijk ook allemaal ontbrekende spullen. En hier rechts zag ik dan dit gebouw. Ik denk, ja, dit moeten we helemaal gaan aanpakken. Dit kan eigenlijk niet. Dit ziet er gewoon zo verschrikkelijk lelijk uit. Ja, dus dan doe ik gewoon deleten. Klaar. Oké, het volgende. Nee. Kijk, winkeltjes zijn natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar ik denk dat ik hier wat anders neer moet zetten. Iets wat 10 keer mooier gaat staan natuurlijk. Dus eventjes deze verwijderen. Ik hoop niet dat ik te veel heb verwijderd. Want als ik deze nou selecteer... Oké, dat zijn 2 gebouwtjes. Ja, dat pad is natuurlijk ook heel lelijk. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Dat is nou eenmaal als je die paden gaat aankleden. Maar misschien kan ik dit wel aanpassen. Want er is namelijk een toolkit item die door Seger is gemaakt. En ik heb hem hier beneden gevonden. De Small Square Stones Path Floor. En zoals je kan zien, het is hetzelfde patroontje. En die moet ik eigenlijk een klein beetje gaan mixen met elkaar. Je ziet wel net dat hij een andere kleur heeft. Ik weet niet of we die kleur kunnen aanpassen, dat niet. Ja, dat is natuurlijk best lastig, maar we kunnen een klein beetje ermee gaan rommelen. En je zou kunnen zeggen, als je nou dit doet... Kijk, dat ziet er al... Ja, je ziet dat het wel anders is, dat klopt. Maar ik ga er een beetje mee rommelen en dan weet ik zeker dat ik misschien wel zo'n lelijk hoekje zoals hier... dat ik dat kan weghalen. Ik zou natuurlijk ook gewoon wat objecten erop kunnen zetten en dan valt het ook een beetje weg. Ja, het punt is, als ik dit gewoon ga weghalen, dan verwijder je echt een heel groot gedeelte van het pad. En dat wil je niet, dat wil je voorkomen. Dus ja, dat wordt een beetje uitvogelen, maar dat is de uitdaging. Laat ik dan vooral de focus leggen op dit gedeelte van het park. Misschien wat meer natuur, zodat dat gebouwtje op de achtergrond, dat restaurant, wat meer opvalt. Of juist dat als je hier loopt, dat dan om de hoek in één keer iets verschijnt en je denkt van wow, kijk eens even, een nieuw gedeelte van het park. Genoeg werk aan de winkel, laten we beginnen met de podcast. Laat alvast een duimpje achter voor deze video en heel veel kijk- en luisterplezier. Ja, dit is de Planet Podcast. Ah, welkom aan alle studies om nu je podcast uit te werden. Wie weet, Gerard, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een intro aan het doen. Ja, welkom aan alle studies. Gerard, wat voor intro? Je bent... Dit is Duits. Ja, het is geen Frans natuurlijk. Dit is nog helemaal het thema. Ja, nee, dat snap ik. Maar we beginnen altijd met van welkom iedereen bij de podcast. Leuk dat jullie luisteren. En vandaag gaan we weer allerlei reacties behandelen. Ja, maar ik doe het nou eens andersom. Ik zeg welkom in alle Judaism door je podcast. Uit de wereld wie wiet zalder. Ik versta er heel... Gerard, ik vind het leuk. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik versta er helemaal niks van. Maar, ja, mijn Duits is niet zo goed. Nee, dat maar hoor, het dat gaat erover dat we vandaag iedereen welkom heten. Ja, dat verstond ik. Dat verstond ik. En dat we lekker mopjes gaan houden. Gerard, nee, we hebben een algemeen... we hebben gewoon een afspraak. Elke podcast weer van die flauwe humor. Eén mop kan wel, één mop. Nou, oké, maar dan gaan we daarna gelijk beginnen... want de mensen zitten te wachten op reacties en niet op van die flauwe mopjes. Dan gaan we niet een of andere moppenpodcast maken, natuurlijk. Nee, maar deze is wel zuiver, hè? Deze is zuiver. Ja, nou, laat maar horen. Oké, er komt dus een man, komt bij de dokter... en dan zegt van, dokter, ik ben verslaafd aan Facebook. Oh? Huh? Die dokter houdt zijn duim omlaag en die zegt, vind ik niet leuk. Ja, ben je een beetje respectloos voor die meneer. Ja, maar toevallig staat deze wel in mijn allernieuwste moppenboekje. Oh. Ik ben weer druk aan het schrijven. Krijgen we weer die moppen? Krijgen we weer die vieze sluipreclame van jou altijd? Ik ben nog aan het schrijven aan een moppenboekje. Maar we gaan door. Ja, nee, maar dat is... Ik ben gewoon eerlijk. Ach, eerlijk. Ja, dat zal het zijn. Oké, bedankt voor je toelichting. We gaan snel beginnen. Oh, dat gaat over die nieuwe video die je hebt geplaatst, de verrassing. Ja, klopt. Ik had een video geüpload, weer na een lange tijd terug van weg geweest eigenlijk. Ja, was Seger. Ja, Seger denk ik nog steeds. Ja, ik weet het niet, maar in ieder geval, er was een vriendelijke vriend en dat is nu zijn bijnaam. En die heeft dus, zeg maar, mij geholpen met een aantal custom scenery items vanuit...
het Freudenthalpark, maar ook van Da Vinci-stijl dingetjes. Dus tassen en ballonnetjes en zo. Ja, dat heeft hij leuk gedaan. Ja, absoluut. Zeker weten. Maar ik had aan mensen gevraagd van, nou, wat zijn nog hele leuke ideeën om toe te voegen qua objecten? En dan heb ik het over objecten van bijvoorbeeld merchandise van het park, hè, van Freudenthal. En misschien wel merchandise van mijn kanaal of wat dan ook. Of misschien wel voor wat anders. En we gaan eens wat reacties voorlezen, want er zijn er meer dan 50 geplaatst onder die video. En Sander Power zegt, Vincent, maak een aparte wachtrij voor mensen met een handicap of mensen in een rolstoel. Bijna alle grote pretparken hebben dat en dat maakt je park ook wel veel realistischer. Ik weet dat ik er wel een beetje laat mee ben, maar misschien is het dan een idee voor je volgende park. Groetjes uit België. Nou, Sander Power, dat is inderdaad een heel goed idee, maar misschien is het wel een beetje te realistisch. Ik heb weinig parken binnen Planet Coaster gezien en misschien is dat dan heel erg origineel om het wel een keer gewoon te gaan doen. Maar ik heb heel weinig parken gezien die dan ook rekening houden met rolstoelgebruikers. En we kunnen misschien wel een aantal van die bordjes neerzetten van zo'n rolstoel en dat ze via een nooduitgang of een externe ingang aan de zijkant van het pand of van zo'n dark ride, dan kan het allemaal makkelijker. Dat de mensen dan via een rolstoel daar naar binnen kunnen. Dat zou nog kunnen. En dan alleen bij grote attracties. Dus niet gelijk bij flat rides, maar gewoon bij dark rides en achtbanen. Allemaal wel een hele goede reactie. Nee, zeker, zeker. Maar Sander Power heeft vaker goede reacties. En datzelfde geldt voor PlancoGamer63. Hij zegt, oei, een beetje laat ben ik. Heel fijn dat je je computer weer terug hebt. Ik merk dat deze videokwaliteit nog beter is dan andere video's van jou. Blijf zo doorgaan. Ik probeer meteen na mijn vakantie weer vaker bij de streams te zijn. Dankjewel, Planco. Ja, Planco Gamer is ook een vaste kijker bij mijn livestreams op twitch.tv/davinstalgames. Mocht je een keer... Ja, dat is sluipreclame. Dit is gewoon weer... Dat is echt altijd voor mij. Nee, maar dit is anders dan die moppenboekjes. Nee, dat is ook sluipreclame. Jij niet over je Twitch. Dit is kanaal gerelateerd. Dat hoort bij het kanaal. En die reactie had ook te maken met die Twitch. Nee, maar die mopjes zijn ook... Die horen ook bij het kanaal. Nee, maar ik heb hier nog eentje. Jantje kwam... Gerard. Nee. Hallo. Ja, nee. We moeten reacties. Niet zo vervelend doen. Deze video is freaking cool. Oh, nou, goed om te horen, dankjewel. Nee, dat zegt Teun Reimert, de reactie. Ja, ik zie het. Nee, dat was inderdaad een stukje in de video en toen zei ik van freaking cool. En ja, het is een leuke referentie naar de video. Gezin VDH zegt, maak een shop met die spullen in je park. En Dolphy, die heeft een idee voor dat grote t-shirt. Ik had namelijk een heel groot t-shirt. En die zegt dus ergens een grote Duitse winkelstraat maken. En van een van die winkels een Da Vinci-stijl gameswinkel maken. Met boven die winkel dan dat grote t-shirt. Groetjes van Dolphy. Nou, dat is een goed idee. Ik had inderdaad een enorm shirt. Eigenlijk een shirt die te groot is om hem goed te kunnen dragen. Of het is een soort XXXL variant. En dat, dat is natuurlijk niet handig. Jeff de Kat heeft ook een hele leuke reactie. Die zegt namelijk, misschien een 3D-versie maken van jouw cartoon. En dan kan dat de mascotte worden. Nou, dat vind ik oprecht een super idee. En CJ die zegt eronder ook, ik ga het proberen te maken. Dankjewel voor het idee. Dus terwijl eigenlijk deze ideetjes worden uitgevoerd, gaat CJ lekker aan de slag. En zal hij dat hopelijk dan gaan uploaden op zijn Steam Workshop. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Ja, een mascotte is belangrijk. Kijk, wat ik al eerder zei, in mijn park hoef ik niet per se centraal te staan. Ik ben al wel de maker van het park, maar ik hoef niet overal om elke hoek een poppetje van mij en een naamvermelding. En weet je wel, de mensen die weten het toch wel als ze het gaan downloaden en ze zien de naam staan van de auteur en van de maker, dan is dat al genoeg. Dan hoeft niet heel het park vol te staan met mascottes en met mokken met mijn hoofd erop en met winkeltjes vernoemd naar mij. Dat hoeft allemaal niet. Dat vind ik allemaal een beetje onnodig. En weet je, dat is ook een beetje je eigen dunk, vind ik. Van, oh, kijk mij nou en ik heb de park gemaakt. Overal copyright en zo, weet je wel. Dat hoeft allemaal niet. Sonny van Noten zegt, informatieborden over de attracties met je hoofd bovenaan uitgesneden en met een logo plus naam van het park. Dat vind ik oprecht heel leuk. En informatieborden snap ik. Maar wegwijzers, daar ben ik zo fan van. Dan weten we precies waar we heen moeten. Ja, dat precies. Vincent, maak vlaggetjes van je logo voor je winkels, zegt David Barsegian. Ik hoop dat ik je achternaam goed zeg. Nee, dat is ook leuk. Vlaggetjes, leuk ideetjes ook. Echt, jullie zitten altijd zo vol met fantastische ideeën. En zonder die reacties, zonder al jullie leuke ideetjes, is het ook gewoon een beetje saai, weet je. Jullie maken het echt minder saai. Dat is echt leuk.
Jaden Twinkles die vraagt aan mij: grote vriend, kan je binnenkort weer eens in Droomkraft kijken? Dat zou leuk zijn. Ik kan een keer de singleplayer map gaan openen, dat is mogelijk. Maar de server bestaat helaas niet meer. Ik vind het aan de ene kant vind ik jammer, want ik mis de community in gewoon de Minecraft spelers. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel iets rustgevends of zo. Omdat ik na 7 jaar was ik er wel klaar mee. Dus ja, Droomkraft is gewoon een verleden tijd. En wie weet bloeit het nog een keer op. Ik zie hier een idee en die wordt gelijk uitgevoerd. Is confirmed door Sager. Aapjet zegt: maak een plushie van het Roblox poppetje. Een plushie. Wat leuk. Ja, ik wil meer van die plushies zien. Sowieso niet een plushie met het logo van het park. Maar gewoon met zo'n poppetje is dat superleuk. Duncan Vervet die vraagt: waar is de volledige reisvideo naartoe? Ik wou hem vandaag bekijken. Die had wat problemen. Ja, dat is een beetje raar gegaan. Heel raar. Ja, dat komt een beetje door YouTube. Met zeg maar de video editor. En toen wilde ik dus een stuk eruit knippen. Want er was blijkbaar per ongeluk een video 2 keer achter elkaar gekomen. Nou ja, dat kan gebeuren. Dat was natuurlijk een beetje verwarrend. Want er kwamen wat reacties van: Vincent, en je moet die video eruit halen. Want ik zie het volgens mij dubbel. Dat deed ik toen via de editor. En toen op een gegeven moment, toen was de video klaar. En toen was er blijkbaar een stilstaand beeld voor 1,5 uur lang dat je Hessel zag. En de hele video was verprutst. Dus ik moet de hele video opnieuw gaan renderen. Nou ja, op zich is dat niet zo'n ramp. Het kost ongeveer 1 uur tot 1,5 uur. Maar op zich, ik weet niet. Ik heb dat nog nooit gehad met YouTube. Dus ik heb de video verwijderd. En ik ga hem weer uploaden als alle pretpark vlogs online staat. Als een soort van herinnering hoe de vakantietrips waren. Dus dan kunnen de mensen die het nog niet hebben gezien achter elkaar, die kunnen het natuurlijk kijken. Maar de video's staan los ook gewoon op mijn kanaal. Dus als je ze wil zien, dan kijk je gewoon de vakantietrip video's. En dan heb je in principe hetzelfde effect, maar dan niet achter elkaar. Althans, als je ze in een playlist doet. Dat klopt, dan wordt het automatisch afgespeeld. Ik weet niet of ik ze allemaal in een playlist had gedaan. Ik geloof het wel. Dus dan zou je gewoon de vakantietrip 2021 moeten aanklikken bij de playlist. En dan kan je lekker kijken. Ryan de Kaat, die heeft een vraag. Die vraagt welke planet coaster moet ik hebben voor mijn laptop? Ik heb gezocht, maar ik weet niet precies welke ik moet hebben. Want ik zie heel veel verschillende soorten. Wie kan mij helpen? Nou ja, verschillende soorten zijn er alleen maar voor console en PC. Dus dat zijn eigenlijk de enige versies. En ik denk dat je bedoelt qua... je hebt natuurlijk de deluxe editie, geloof ik, uit mijn hoofd. Je hebt de normale. En je hebt natuurlijk al die DLC-pakketten. Je zou dan gewoon standaard kunnen beginnen bij de normale editie. Gewoon Planet Coaster of de deluxe. Ik weet niet of die nog steeds te koop is. Dat weet ik niet. Maar ik zou dan die gewoon kopen als een basispakket. En daarna kan je natuurlijk altijd nog een DLC erbij gaan halen. Voor meer attracties en meer objecten. Dat zou ik alleen doen als je het spel echt leuk vindt. Dan kan je het gewoon lekker uitbreiden hoe jij het wil. Vaak zijn er ook van die aanbiedingen dat dan de DLC's voor goedkoper weggaan. Dan kan je dat gewoon proberen. En dan, het is zeker de moeite waard. En ook nog even een shout-out naar Korshira, want die heeft ook een reactie geplaatst. Ziet er goed uit, Sager. Leuk om te zien dat Vincent na mijn vorige objecten nu nog meer gave objecten krijgt. Ja, want Korshira was ook druk bezig met het maken van objecten. Daar heb ik natuurlijk ook een video over gemaakt. En die objecten staan ook nog steeds in mijn park. Dat zijn wel exclusieve items. Dus die items staan niet in de workshop, maar deze zijn wel gewoon openbaar gezet. Van Sager. Maaike Roeleveld zegt: fijn dat je je PC weer terug hebt, Vincent. Wat een gedoe. Hoop dat je vanaf nu alleen nog maar plezier hebt van je nieuwe computer. En voor in het park is het leuk om misschien zo'n typisch Duits hotelletje te maken. Het park ziet er goed uit. Een hotel, ja, dat is... Natuurlijk is dat wel verleidelijk. Ik vind het wel gaaf. Ja, natuurlijk. Een hotel is leuk. Vooral omdat je natuurlijk alleen maar met een trein kan aankomen. Ik natuurlijk wel het idee dat je ergens in de buurt kan parkeren natuurlijk. Maar dat staat dan niet in de map. Dat ga ik niet bouwen, zo'n parkeerplaats. Maar een hotelletje is natuurlijk wel een avontuur. Want het park wordt natuurlijk groter en groter. En dan is een hotel eigenlijk een punt op de agenda waard. Of een punt in de to-do-list. Zeker. En Theo Gaming geeft ook een compliment. Dit zijn echt hele mooie objecten. En dan te beseffen dat het zelf gemaakt is, heel cool. Ik was er ook heel erg blij mee. Ik zag ineens een mailtje met: Vincent, ik heb objecten gemaakt. En je zag allemaal foto's met ballonnen en met tassen en met... Wauw, ik was helemaal verkocht. Ik dacht, dit is nog nooit gebeurd. En dan speel ik het spel al 5 jaar. Natuurlijk niet sinds die 5 jaar dat het kan, dat je die dingen kan uploaden. Dat kan sinds een jaar of 2 nu, denk ik, uit mijn hoofd.
En dan kan je dus zelf gewoon je objecten als 3D-models toevoegen. Maar geloof me, ik heb het een keer geprobeerd en het lukte me echt niet. Volgens mij is het gewoon een vak apart en moet je precies weten hoe je het moet instellen en ja, hoe je dat in die models maakt natuurlijk. De vragen zijn op. Yes, 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 helaas. Maar dat maakt niet uit, want de mensen kunnen natuurlijk gewoon onder in deze video weer een reactie plaatsen. En wie weet, ik ga niet garanderen dat ik hem ga voorlezen, maar een grote kans dat jouw reactie in de volgende video komt. Ja, je moet ook niet opgeven als die niet wordt voorgelezen. Nee, zeker niet, zeker niet. Dat moet je absoluut niet doen. Als een reactie niet wordt voorgelezen, probeer dan gewoon of een andere reactie of dezelfde reactie, als je echt je vraag wil beantwoord worden, gewoon in de volgende video neer te zetten. Bedankt voor het kijken, luisteren vooral en tot de volgende keer. Doei, doei! Ja, welkom terug iedereen bij de normale snelheid. Deze attractie is ontstaan omdat ik op de Steam Workshop aan het kijken was naar custom rides. Net als de zwanen die we hebben geplaatst hier natuurlijk achter dit muurtje. Dat is ook een custom attractie die eigenlijk niet bezocht kan worden. En deze attractie is typisch ook zo'n geval. Kijk, je ziet een paar poppetjes zitten. Nou, die poppetjes zijn natuurlijk niet de echte Planet Coaster figuren, maar het is een attractie. Het is de bedoeling dat je daar ook in kan stappen, maar het kan ook als een soort, ja, een bewegend object gezien worden. Dus je kan het vanaf twee kanten kijken. Ik moet het nog wat verder aankleden ook. Ik wilde een soort van torentje in de midden plaatsen om het toch een beetje Duitsachtig te thematiseren. Toen heb ik er een soort van een haventje van gemaakt. Vooral door die vuurtoren op de achtergrond, die ik nog af moet bouwen. En dan ook van die typische huisjes. En dat doet me wel een beetje denken aan Scandinavië. En dat, ja, dat is wel een beetje een soort van terugblik naar mijn vorige park. Dus dat vond ik best wel een interessante toevoeging om dit gebied dan ook zo aan te kleden. Dus dat je echt daadwerkelijk ook aankomt hier zo. En dat je dan het gevoel hebt van wauw, wat is dit nou weer? Gewoon je waant je eigenlijk in een klein ander gebiedje. En dat ga ik doortrekken tot en met daar. Het is natuurlijk wel een beetje een ding dat het alleen maar huisjes zijn. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik of dit Main Streetje ga verplaatsen. Maar dit is natuurlijk de ingang voor de Boomstamrivier. Dus dat soort dingetjes, daar moet ik wel rekening mee houden. En dan kan ik misschien eventueel nog hier aan de zijkant nog wat dingen plaatsen. Wat kleine gebouwtjes, ook in die stijl. Zodat dit plein eigenlijk meer wordt vormgeven met zulke dingen. En wat me nog leuker lijkt, van die minigames. Zo'n schietbaan of een ballenbak. Zo'n ballengooitent, weet je wel. Dat je dat in die stijl gaat doen. Dat je die kraamp, dat je dit eigenlijk als kraampjes maakt. Dus dat het niet allemaal huisjes worden met raampjes en de poespas erop. Maar dat je daadwerkelijk ook gewoon die dingen gaat maken. Extra attracties, kraampjes, wat ik nooit eerder heb gedaan. Dus dat wordt wel een flinke uitdaging. Maar daarom denk ik wel dat dit gedeelte best wel goed eruit ziet. Ik moet niet vergeten om van die banners, zeg maar, dat je bepaalt waar de mensen niet kunnen lopen. Ik kan het even niet vinden. Ik dacht dat het iets van borden was. Maar het is in ieder geval een soort van, ja, je hebt twee van die stokjes en een rood lint eraan. En dan weten de mensen dat ze daar niet mogen lopen. En dat kan je dan onder de grond plaatsen. Precies op deze streep zou ik dat doen. Precies op die lijn van het hout. Ja, ik denk dat het een leuke attractie is. Leuke toevoeging. Ik kon niet heel veel extra's bouwen. Want ja, anders raakte het bootje natuurlijk de stenen of de plantjes. Met die witte richels. Maar op zich is het wel gewoon hartstikke leuk. Gewoon iets nieuws. Een nieuwe attractie die ik nooit eerder heb gebouwd. Een uitdaging. En weet je, daardoor krijgen we wel weer een compleet nieuw klein gebied. Het wordt geen groot, het wordt een klein gebiedje, eigenlijk een pleintje. Nou, uiteindelijk gaan we natuurlijk verder bouwen naar het Reuzenrad. En zo gaan we eigenlijk het park steeds verder aankleden. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Vergeet dan zeker niet om te abonneren op naar 73.000 abonnees. En ik hoop je volgende keer weer te zien in een nieuwe aflevering in Freizeitpark Freudenthal. Doeg!